een nieuwe video. Mijn naam is Erik de Vuur en welkom op een koud, nat circuit. Ook al schijnt er een mooi winterzonnetje in de achtergrond. Het is echt vies koud, gewoon 2-3 graden. Begin december, dus nou ja, vergeef als ik een beetje sta te bibberen. Ik was niet van plan om vandaag een video te maken, maar er is een functie bijgekomen door middel van een firmware update. Daar zal ik zo het nodig over vertellen. Die wilde ik gewoon even in de praktijk testen en ook gelijk natuurlijk met jullie delen. Als ik dit 15 jaar eerder had gehad, had het mijn leven een heel stuk makkelijker gemaakt. Canon heeft namelijk vannacht firmware versie 1.5 gelanceerd. En firmware versies zijn over het algemeen gewoon verbeteringen om te zorgen dat er minder bugs zijn of bepaalde kleine extra features toegevoegd worden aan bestaande camera's. Helpt natuurlijk heel erg om die camera's ook nog op een langere termijn ook te verkopen. Alleen nu is er een functie bijgekomen die vind ik echt waanzinnig. Ik ben nu op circuitpark Zandvoort om gelijk even het een en ander echt in de praktijk te gaan testen. De Canon R3, het vlaggenschip mirrorless camera, die kon namelijk al auto's en motoren volgen als toevoeging op de originele autofocus modus. Dus denk aan het volgen van mensen en dieren. En dat konden ze al met die R3 en die exact dezelfde functie, die hebben ze nu in de R5 geplaatst. Zodra je de nieuwe firmware hebt geïnstalleerd, ga je in het menu naar je autofocus tab. En daar kan je subject to detect veranderen van people naar vehicles. Zodra je dat doet, zie je onderin ook een nieuwe functie erbij verschijnen. Daar staat info spot detection. Zodra je de infoknop eenmalig indrukt, dan kan je spot detection enablen. En wat dat doet, is zodra die een coureur ziet, en of dat nou op een motor of in een auto is, zal die dat als focuspunt pakken. En vergeet ook niet om je autofocus methode te veranderen naar tracking. Oh, het is echt ongelooflijk. Als je 15 jaar lang gewoon altijd zelf hebt bepaald hoe je ongeveer de focus wilt hebben en met welke mogelijkheden dat ook al allemaal kon. Ja, kan je dat nu gewoon helemaal loslaten. Hij herkent gewoon echt gelijk de auto. Het is echt mega bijzonder om mee te maken. Zodra je dus die functie hebt geselecteerd in het menu, hoef je maar op een auto te richten. En je krijgt gelijk dat boxje eromheen om te laten zien van hey, dit is het onderwerp, wil je hierop focussen? Dan kan je gewoon gelijk afdrukken. Ook als er meerdere auto's in het veld zijn, is ook gelijk te zien dat er dan aan de linker en de rechterkant komt er zo'n driehoekje om te laten zien van wil je eventueel je focuspunt verwisselen. Dat gebeurt eigenlijk op dezelfde manier op het moment dat je bijvoorbeeld meerdere personen in beeld hebt. Hè, als je dan op het oog gaat scherpstellen en dat doet hij bijvoorbeeld op het verkeerde persoon, dan kan je in het middel van die driehoekjes zeggen nee, hij moet naar de persoon naar links of naar rechts. Dat werkt op dezelfde manier dus nu ook met de auto's. Dus als er meerdere auto's in beeld zijn, dan kan je gewoon zeggen nee, ik wil die andere auto hebben. Maar ja, net als nu op een circuit, als je ze alleen hebt, dan maakt het wel heel erg makkelijk om te fotograferen. Een mooie groen hesje gekregen dankzij het circuit. Dank jullie wel. Daardoor kan ik even achter zo'n fotobarrière staan. Hier staan bijvoorbeeld normaal de Formule 1 fotografen. En daardoor kan je even wat dichter bij het circuit komen. Mooi wat lager standpunt. Kan je natuurlijk echt goed even de actie fotograferen. En wat me gelijk opvalt is op het moment dat je iServo hebt ingesteld. Dat is de autofocus functie van de camera. Waardoor die je onderwerp blijft volgen. Dat hij heel de tijd kijkt hoe ver is dat onderwerp. En daar blijft hij dan heel de tijd op scherp stellen. In eerste instantie is het natuurlijk wit. Dat geeft aan van joh, ik herken je onderwerp. En op het moment dat je je sluiter half indrukt, dan wordt hij blauw. En dan blijft hij dus heel de tijd je onderwerp volgen. En nou hoor ik je zeggen, ja, lekker makkelijk. Je schiet met een telelens. En daardoor is die auto in je frame natuurlijk heel erg groot. En daardoor natuurlijk, het zou het wat makkelijker moeten maken. Maar ja, die camera moet het alsnog wel gewoon zelf doen.
En het valt op moment dat die auto's bijvoorbeeld het lange rechte stuk opgaan, dat die de auto's blijft volgen. Terwijl die auto natuurlijk heel de tijd kleiner wordt in je frame. Dus of je nou met een telelens of met een groothoek schiet, de camera blijft hem echt gewoon herkennen. Echt knap. Het systeem werkt het best als de gehele auto in beeld is, want op het moment dat die auto te close in je frame is, dan zie je dat die switcht naar normale autofocus modus. En ja, ik hoort je al denken, deze functie is ook te gebruiken in de videomodus, in alle framerates, 25, 50 en zelfs de 100 frames per seconde. Al deze clips zijn ook geschoten met de R5 met vehicle detection. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. Even wat kortere, snellere video dan jullie van mij gewend zijn. Maar ik wilde dit toch wel heel erg graag met jullie delen. Je vindt trouwens de link naar de firmware in de beschrijving. Hetzelfde als ook alle producten die ik gebruik. Welke camera, welke lenzen. Dat kan je allemaal terugvinden in de beschrijving van de video. Dat zijn affiliate links. Dus mocht je via die link iets kopen, kost jou niks extra. Maar zou je mij onwijs mee helpen. Waar je me ook mee helpt, is even die blauwe duim omhoog te doen. En abonneren natuurlijk. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!